Hallo! Wat leuk dat jullie er zijn! Heb ik toch een mooi verhaal voor jullie? Kom maar, kom maar mee en ga mee op reis. Er waren deze twee jonge mannen, meneer A en meneer B. Ze kwamen allebei van de Texel, het immens populaire subtropische eiland in de Noordzee, gelegen boven het prachtige Noord-Holland. Meneer A en meneer B kennen elkaar al sinds ze nog kleine Texelnaren waren. Of zeg je Texelieden? Thessalonicensen? Texelaars? In ieder geval van toen ze heel klein waren en samen speelden in de box. Meneer B was altijd een beetje de baas van de twee. Hij regelde altijd alles, wist precies wat hij moest zeggen op het juiste moment, waardoor hij heel cool overkwam. Werd zelfs burgemeester van Texel. Hij was de blitse gozer die het hele eiland achter zich aan had. Meneer A daarentegen stond altijd in de schaduw van meneer B. En ook vond hij dit goed, maar op een gegeven moment begon hij toch wel te snakken naar wat zonlicht. Hij vond dat heel vervelend, maar hij wilde niet steeds het 13e ei van het dozijn zijn. Het 13e been, de mosterd na de maaltijd, de hond in de pot vinden, de... Ja, ik denk dat de kijkers wel begrijpen wat je bedoelt. Oh ja? Sorry. Waar was ik? Oh ja! Op een gegeven moment was de zeespiegel enorm gestegen. De ijskappen waren gesmolten en het zag er niet best uit voor het eiland. Dat was knap balen voor de Texelariërs. Wat moesten ze doen? De gemeenteraad had net besloten om huizen te bouwen bij het strand. Dat leek ze een tof idee, omdat het mooi gelegen was. Persoon A was de enige die tegen had gestemd, omdat hij nog wel regelmatig naar het nieuws keek. Maar ja, wie zag persoon A nu staan? Hij had het nog zo gezegd, maar meneer A was altijd de nerd die de krant las en het journaal keek. Alle mensen liepen achter meneer B aan. Hij was toer en die had deze motie ingediend. Meneer A bleef bij het standpunt en ging er zelf op uit. Hij zocht het hoogste puntje van Texel en begon daar zijn huisje te bouwen. Hij was niet het mooiste plekje van het eiland, maar hij wilde geen risico's nemen. De rest van het eiland liep nog steeds achter persoon B aan. De huizen bij het strand waren super mooi geworden en de mensen lachten meneer A finaal uit op zijn lelijke plek. Nou, het huisje van meneer A was eindelijk af. Thuis voor de buis kwam Piep Paulus maar langs en vertelde dat dit barbecue weer een 4 had gekregen. Het was nog veel te koud. Ook vertelde hij dat het enorm zou geregenen en de ijskappen zo goed als gesmolten waren. Texel die knepen. De regen stroomde neer en de vloed kwam op. De regen stroomde neer en de vloed kwam op. De regen stroomde neer en de vloed kwam op. En de huizen aan het strand vielen om met een plof. Wow, waarom moet ik nu opeens aan de zondagschool denken? In ieder geval, daar staan ze dan, op stukken vlot. Nou ja, op de muren en daken. Hadden ze maar naar meneer A geluisterd. Die was toch niet zo nerd als dat ze dachten. Hadden ze maar, net als hij, naar het nieuws geluisterd. Zo'n lieve kijkbuiskinderen, dat was me nog eens een verhaal. Die meneer A was toch niet zo gek. Nu vraag ik jullie, wie zouden jullie volgen?